Hoi, ik ben Boy, de experimenteerexpert. En ik kreeg een onwijs toffe vraag. Hoe kan je een ei pellen zonder hem te koken? Dus we gaan het uitzoeken. Oké, wat heb je nodig? 1. Eieren. Een glaasje. En 3. Azijn. En deze hebben we allemaal, maar ik ben de expert. Dus ik heb deze. Het is eigenlijk heel simpel. Je neemt je ei, je stopt je ei in het glas en je vult hem met azijn. En dan 2 nachtjes slapen. Dus even kijken hoor. Wow, kijk dan. Het is net een stressbal joh. Maar wat is er nou precies gebeurd? Nou, het calcium in de schaal van een ei is opgelost in het zuur en is dus helemaal verdwenen. Het ei zit nog steeds in een soort hoesje. Nou, de vraag was, kan je een ei pellen zonder het te koken? En het antwoord is dus, ja, dat kan. Niet gekookt, wel gepeld. Oké, het ei is nu gekookt. Ik hoef hem niet meer te pellen. Maar hoe zou die smaken? Eerst even... Oeh, dit ziet er al niet best uit. Ik weet nu al dat dit niet lekker gaat worden. Ik ga een kleiner hapje nemen. Oké, een beetje dapper, hè? Kom op. Oh. Jullie ruiken het niet, maar het stinkt. Daar gaan we. Oh. Dit is echt zo verschrikkelijk goor, dit. Oh, man. Nee, dit is echt heel vies. Dit is echt een van de vieste dingen die ik ooit heb gegeten. Maar goed, ik vond die proefjes die we vandaag hebben gedaan wel lekker. En vind jij dat nou ook? Vergeet me dan niet even te liken en te abonneren. Want volgende week post ik er dan nog een. En dan zie ik je dan. Later. Oh.